Gegroet, vrienden van het kattenkwaad. Ik ben Rixum Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Jackass The Game. Met vandaag weer een paar nieuwe minigames, namelijk Roof Race, Wii Tattoo, Brown Water Rafting, Shoot Johnny en Fridge Racer. We beginnen met Wii Tattoo, dat is namelijk de enige minigame die nog een klein beetje originaliteit bevat. Deze game heeft maar 35 minigames en toch lijken de minigames gigantisch veel op elkaar. Dat je echt denkt van jeetje, is het zo moeilijk origineel te zijn? Blijkbaar wel. Een leuk klein detail in deze missie is dat Steve-O ook daadwerkelijk zijn wereldberoemde Steve-O tattoo heeft. Hij heeft ooit een tatoeage genomen van zijn eigen gezicht op zijn rug. En dan ook echt gigantisch groot. Het idee van deze missie is, Wii Man zit op een soort hobbelpaard en beweegt alle kanten op. Wij moeten proberen een zo goed mogelijke tatoeage van een doodskop op zijn rug te zetten. Het lukt niet helemaal, maar ik heb toevallig wel een feitje meegenomen over tatoeages. Ik moet een klein beetje uitleggen hoe het proces werkt van een tatoeage zetten. In principe wat je doet is je spuit inkt onder je huid op een bepaalde diepte. Dat het een beetje lekker blijft zitten. En je spuit eigenlijk zware metaaldeeltjes. En dat zijn redelijk grote balletjes. Waardoor je witte bloedcellen, die denken eigenlijk, hey, dit hoort niet in mijn lichaam. Dit haal ik eraf. Maar omdat die balletjes eigenlijk zo groot zijn, lukt het je lichaam niet echt om die balletjes eruit te halen. Die kleine blokjes metaal. Die je dus met een naald onder je huid spuit. Wat gebeurt er als je een tatoeage met een laser laat verwijderen? Nou, die laser verhit eigenlijk zo'n heel klein balletje metaal. Maar die laser verhit maar een heel klein hoekje van dat balletje. En dat metaal wordt heet en wordt in één keer groter. Maar een klein deel van het balletje wordt heter. Waardoor in één keer een deel van het balletje groter wordt en de rest van het balletje niet. Waardoor het balletje opsplitst in kleinere balletjes. En dan kan je lichaam eigenlijk die balletjes opruimen. Nou is het leuke feitje. Weet je wat er gebeurt met een tatoeage als je hem laat weglaseren? De witte bloedcellen in je lichaam ruimen het op en je poept de tatoeage uit. Dat is wat er gebeurt. Je lichaam breekt eigenlijk gewoon de stof in de tatoeage af en die poep je uit. Vond ik gewoon een leuk idee. Dat als je tatoeage weggaat, dat je hem letterlijk uit je lichaam poept. Misschien is het gewoon een persoonlijk ding dat ik dat gewoon heel grappig vind. Je hebt het al die jaren in je lichaam en dat gaat eruit zoals het er niet in ging via je bibs. Come on, come on. Oké, dan. Voor de mensen die trouwens de muziek in deze game erg leuk vinden, zoals ik. Er is op Spotify gewoon een playlist met muziek uit deze game. Voor de mensen die dat dus heel chill vinden. Hij heeft gewoon, als je Jackass The Game opzoekt, vind je hem denk ik wel. Ik luister best wel vaak gewoon muziek van films en dat soort dingen. En ook heel veel games hebben gewoon hun complete soundtrack op Spotify staan. Als je ook nog eens fan bent van de gare muziek die ik luister, je kan ook mijn playlisten luisteren. Ik heb bijvoorbeeld een playlist met heel veel oude lullenmuziek. De playlist heet dan ook Oude Lullenrock. Ik heb een playlist met hele gare muziek. Dat heet Lekkere Suikerdonuts. Kom een keer langs op mijn Spotify. Deze video werd niet mede mogelijk gemaakt door Spotify, maar wel door Johnny Knoxville's half ontblote lichaam. Je moet een beetje timing hebben hiervoor. En drie keer raden wat ik niet heb. Timing. Ik weet niet of ik ook eerder moet schieten of ik nog een beetje... Zeg maar, voorheen ging het best goed, maar nu ik ook een rekening moet houden met... Ik blijf wel gewoon net zo lang. Het gezicht van hem is moeilijk te raken, man. Misschien als ik aan de onderkant schiet, lukt het dan wel. Ik weet niet of ik nou moet schieten als de gezichten precies... Oké, ik schiet iedere keer iets te vroeg. Ik ga ervan uit, ja, dat zeg maar tijd en de verf niet met de snelheid van het licht gaat. Nee, we hebben de maximale score op het level gehaald. Gaat helemaal goed. We gaan lekker door naar de volgende stunt. Leuk klein feitje. In Zweden hebben ze een museum voor het falen. Het is een museum waar ze allemaal dingen tentoonstellen die falen. De deur bijvoorbeeld in van dat museum, daar staat op drukken, maar je moet eigenlijk trekken. Het zet al een klein beetje de toon. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de Google Glass. Een paar jaar geleden hoorde je alles over de Google Glass. Dat brilletje waar je tegenaan kon tikken en je kon allemaal dingen zien. En het zou echt geniaal gaan zijn. De Google Glass is compleet geflopt. Of tenminste, we horen er helemaal niks meer over. Nou, het leukste aan het museum van het falen in Zweden is dat ze gaan dicht. Ze zijn failliet. Het museum van het falen is gefaald. ik hou van dat soort kleine grapjes. Het is niet eens een grap, het is gewoon de realiteit, ze zijn failliet. Dit level is Brown Water Rafting. Het Brown Water gaat natuurlijk over het rioolwater. En het idee is dat we met een rubberbootje door het riool heen gaan. Het wordt alleen een beetje moeilijk gemaakt omdat er ook een heleboel krokodillen in het water zitten. Dat vroeg ik me dus ook af. Finish the, before the draft deflates, collect 10 floaters, dat zijn drolletjes die je kan verzamelen. Finish without the raft. Oké, successfully navigate two shortcuts. Navigate in Gator Room without being bitten. Oké, dan. Je stuurt met L en R. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. Je moet voornamelijk gewoon proberen te sturen. Hier is een afsnijroute volgens mij. Yes! Toch? Is dit een afsnijroute? Ik heb geen idee hoe dit ook alweer werkt.
Ik heb deze game echt heel lang geleden gespeeld. We hebben in ieder geval vast twee poepjes verzameld. Of moet ik gewoon... Oh ja, het gaat wel een beetje verkeerd nu. Gewoon even focussen, Rick. Gewoon focussen op die supergoeie gameplay. Dan komt het vanzelf goed, joh. Oh ja, hierin. Yes! Dat is een shortcut. Ik reken het goed. Daar is nog een poepje. Even gluren of ik nog iets grappigs te vertellen heb. Oh, ik heb nog wat leuks te vertellen over... Over Russische televisieprogramma's. Vroeger in Rusland hadden ze een soort idols-achtig televisieprogramma. Ja, een televisieprogramma waar mensen gingen zingen en dan kon je stemmen wie er beter was en shit. Het probleem was dat heel erg vroeger hadden we nog helemaal geen, niet heel veel mensen mobiele telefoon en dat soort shit. Waardoor je dus een telefoonnummer kon bellen of kon sms'en om te stemmen. Dus hadden ze een ander systeem. En mensen moesten, als ze fan waren van de artiest en ze wilden dat die specifieke artiest won, moesten ze alle lampen in hun huis... aanzetten. Gewoon alles in je huis wat elektriciteit gebruikt, zet je aan. Wat ze dan konden zien, is ze konden gewoon zien de pieken in elektriciteitsverbruik. Dus, oh, nu komt deze persoon en zie gewoon van het elektriciteitsbedrijf van, hey, boom! In één keer heel veel mensen zetten in één keer aan elektriciteit aan. Dus ze stemmen op die persoon. Ik vond het best wel cool gedaan eigenlijk. Oh, daar was het. Wacht. De shortcut is links. Dus ja, als we toch gaan proberen nog één van de achievements te pakken, laten we dan wel proberen die shortcut even mee te nemen. Dit is de shortcut. Gewoon rechtdoor gaan. Dat is de afsnijroute. Nee, oké, prima. Oké. Ik snap vrij weinig van dit level. Misschien is die opgevallen. Wat je voornamelijk gewoon moet doen is niet door die kamer met alligators heen. Alligators lijken hele leuke beesten, maar ze bijten je boot lek. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Shit. Letterlijk shit. Ook wat door het hele riool heen drijft namelijk. Maar ook wat er momenteel aan de hand is. Oh! Ja, kan ik er nog in? Ja, ja, is goed, is goed. Ik heb de afsnijroute te pakken weten te krijgen. Dat is mooi. Nu even kijken of we genoeg poepjes mee kunnen nemen. Had ook even schouder alligator room gewoon compleet skippen door een andere kamer heen te gaan. Oh, we zijn er nog steeds. Help. Nee. We waren er bijna zonder gebeten te worden. Ik dacht, we gaan voor die prijs. Nee. Nog één poepje, Rick. Nog één poepje. Yes. We hebben de 10 dolletjes ook weten te pakken. En nog even de finish halen. We hebben nog redelijk veel. Oh ja, deze kamer. Verschrikkelijk. De besturing van het karretje is dan ook, ja... Oh, nee, niet, ik wil niet mee. Please. Nee. Ah. Wat is dit leven? Oké, voor mij kom ik er nu weer uit, ja. Erin, goed zo, erin. Is hier ergens een finish? Nee, niet nog zo'n kamer. Er is hier ergens een finish. En dan moet ik nog even gauw voor de finish uit mijn bootje springen. Oh, daar is de finish, ja. Oh, shit. Bijna lek. Uit je bootje. Hij sprong niet uit zijn bootje. Zeer spijtig dit. Oké. We hebben in ieder geval wat geld verdiend. Oké, we gaan naar deze stunt. We willen naar de volgende stunt. Nou ja, willen is een groot woord. We kunnen het in ieder geval gaan proberen. Verder heb ik nog wel een interessante crime nieuwtje. Je bent altijd bij Serpent Gameplay voor je nieuwtjes over misdaad. Ik zeg het wel vaker, vandaag de dag is het echt niet makkelijk meer om een crimineel te zijn in vergelijking met vroeger. Vroeger hadden we echt mensen die gewoon tientallen mensen vermoorden, wat geen idee wie het was. Vandaag de dag pakken ze je op alles. Er was een gast die had de auto gestolen. Op een gegeven moment had de politie de auto gevonden, maar geen enkel spoor van de beste man die de auto gestolen had. Maar opeens vond de politie in de auto een dode mug. En die mug... had bloed erin. Dat bloed hebben ze geanalyseerd en daaruit hebben ze de dader gevonden. That's some cool shit. Win the race, wipe out a jackass, destroy one RV antenna, bail out 94 meters, destroy 6 direction signs. Oké, nou. Het is gewoon links en rechts versturen, dat is in principe wel fijn. Oké. Moet eens een van die andere gasten doodmaken op een of andere manier. Oh ja, 6 direction signs, en dat schiet lekker op. Oh. Beetje moeilijk om te sturen op zo'n koelkast. Ik heb ooit, niet de gasten van Jackass, maar soortgelijke sukkels met koelkasten zien racen. Ik ben ooit met mijn vader naar Nitro Circus geweest. Misschien ken je het nog van het vroegere televisieprogramma Nitro Circus. Een beetje Jackass-achtig, maar dan met heel veel motoren en zo. En dat is dus een schans waar ze allemaal backflips op deden. Onder andere met kleine fietsjes, speelgoedautootjes, een gast in een rolstoel. Maar dus ook eentje, een koelkast met wieltjes eronder. Ik dacht wel dat er wieltjes onder zaten. Dat was nog best wel cool om een gast een frontflip en een backflip niet achter elkaar te zien maken met een koelkast. Ik doe het je niet na. Waarschijnlijk moet je gewoon goed zitten en je massa verdelen. Dus ik wil niet zeggen dat ik het na kan doen. Maar het zou met heel veel training kunnen. Alleen als het fout gaat breek je wel je nek. En dat is ook niet echt een risico dat ik wil nemen. Ik kan het risico nemen. Maar is het een risico dat ik wil nemen? Nee, echt totaal niet gewoon. Oh, ik dacht ik ben nu dood en dan is het af. Maar nee, we leven nog.
Nou, eerste worden in deze race gaat nu heel moeilijk worden. Ik heb me eigenlijk voornamelijk gefocust op het pakken van die botjes. Ik heb geen idee waar die antennes eigenlijk zijn. Maar we kunnen voor de rest nog even eens proberen heel veel meter te bailouten. We kunnen nog winnen. Ik heb geen idee hoe lang de baan is. Oké, de baan is wel nog heel kort. Skeer er langs, Rick! Skeer er langs! Nou, dat is niet een hele verre bailout. Ik heb wel al mijn botten gebroken, dat is fijn. Dat is echt heel fijn. Ik heb heel veel punten voor en zo. Hey! Nice. Even kijken, wat moeten we nog doen? We moeten de race nog winnen. Nou ja, het is wel een race level. Laten we nog eventjes één keer de race doen dan. Hè? Ben de kwaadste niet. Ik heb ooit in een video een feitje verteld. Ik heb het alleen nooit afgemaakt. Heb ik zo vaak, dan eindig ik in één keer in een heel ander verhaal. Ik had het op een gegeven moment over hoe we bepaalde geuren heel goed kunnen ruiken. En toen ging ik in één keer door in een heel verhaal over wat mijn lievelingsgeur nou precies is. Ik ga even opnieuw beginnen hoor. Ik verander even van Jackass. Ik verander naar... Johnny Knoxville. Tuurlijk. Ik vertelde dat je bepaalde geuren heel goed kan herkennen. En toen zei ik, ja, mijn lievelingsgeur is de geur van vers gemaaid gras. Vind ik een fijne geur. Nou, wat extra interessant is, is dat we kunnen vooral heel veel verschillende brandende dingen uit elkaar halen. Of iemand een sigaret rookt, een sigaar of een dikke vette joint. Dat zijn drie hele duidelijk verschillende geuren. Brandend plastic, brandend hout, brandend rubber. Dat zijn allemaal andere geuren. Ik vind het echt heel tof. Dat je neus echt al die dingen zo makkelijk uit elkaar kan houden. Brandende benzine. Brandend rubber. Er zijn zoveel verschillende dingen die je in de fik kan zetten. En onze hele fijne, pintere neusjes kunnen al die geuren uit elkaar halen. Vind ik best wel vet. Een goede vriend van mij, die kan niet ruiken. En het is heel, soort half ongemakkelijk. Omdat ik praat heel vaak over geur. Als je met mij aan het chillen bent... Ik praat heel vaak onbewust over geur. Van, oh ja, dat ruik ik wel, ja. En dan zei ze van, ja, maar ik kan niet ruiken. Ik zeg, oh ja, dat is waar ook. Dus ja, dat eigenlijk. Respecteer je vrienden die bepaalde dingen niet kunnen. Door niet de hele tijd op te noemen dat jij het wel kan. Ondanks dat je het niet bedoelt op een lullige manier. Ze begrijpen het vast ook niet op een lullige manier. Hij denkt gewoon, Rick, je bent echt een debiel. Maar dat denken mijn meeste vrienden. Dus wie is er nou echt een sukkel? Ik, voornamelijk. Woep woep. We hebben de race gewonnen in ieder geval. Trots op mezelf. Nice. 362 is onze current revenue. Nou, het probleem een beetje dat we nog best wel veel geld nodig hebben om door te kunnen naar het volgende level. Hoe gaan we aan die valuta geraken? Een goede vraag. Geen idee. Help. Anders doe ik het gewoon op screen hoor. Dan kap ik er zo meteen mee. En dan zeg ik gewoon, joh, volgende aflevering. Dan gaan we lekker door. We moeten nog Roof Race doen. Dus hopelijk kunnen we daar even 140.000 punten bij elkaar tikken. En anders dan kap ik gewoon met deze aflevering. En dan verzamel ik zelf ergens anders nog wel eventjes gauw een paar puntjes. Ja toch, je moet toch wat. Laatst was ik een video aan het uploaden. En de eerste comment was van... Ik heb nog nooit zo snel Pornhub afgesloten. Als in... Ik was porno aan het kijken. Zag ik dat je een nieuwe video had. Toen ging ik dit kijken. Bedoeld als grapje. Maar ik vond het best wel een leuk grapje. Toen reageerde iemand anders daarop. Nog nooit zo snel kaarsvet.nl afgesloten. Dus ik, nieuwsgierige jongen, dacht, hey, even kijken wat er allemaal te doen is op kaarsvet.nl. Dit is het punt waar ik spijt heb van mijn leven. Ga niet, ik herhaal, ga niet naar kaarsvet.nl. Het klinkt als een fantastisch leuke site over kaarsen. En dat is het ook. Maar niet op de manier waarop je denkt dat het is. Het is een website over, ja, een beetje BDSM-achtige... Shit, vooral heel veel mensen die zichzelf pijnigen door middel van kaarsen. Zeg maar, kaarsvet is best heet, maar niet zo heet dat je daaraan doodgaat heet. Dus wat mensen dan doen is, je doet heet kaarsvet op je huid. En dan krijg je allemaal brandwonden daarvan. Zeg maar, de hele website, als je hem opent, is gewoon overal anus. En dan met heel veel kaarsvet en heel veel brandwonden. Als dat je ding is. Oh jongen, kaarsvet.nl is genieten. Ik dacht, we gaan even deze afsnijroute nemen. Voor mij is dat ook een achievement waard. Alleen nu zijn we onze eerste plek kwijt. Dat is niet zo best. Maar, ik wou net zeggen, we zijn nog niet laatste. Oh, fuck. Ik denk gewoon ieder moment dat het kan, probeer ik die boost aan te gooien. Maar het is niet altijd het beste moment om te boosten. Ben ik zojuist op een pijnlijke manier achtergekomen. Kom op, Rick. We kunnen nog winnen. Ik weet dat het intens is en de strijd is hard. Maar je kan nog winnen. Denk ik. Oh, dat is een bocht. Dat zag ik even niet. Woe. Wie is de eerste? Ik ben eerste. Wie heeft 12 voorwerpen gebeukt? Ik heb 12 voorwerpen gebeukt. Oh shit, hij heeft de afsnijroute genomen. Lul. Hond. Hondenlul. Nou, daar is de finish. Nee. Nee. Ik dacht, dan moet die afsnijroute nemen. Ik dacht, nee. Dat is niet nodig. Oké, we moeten nog...
Als we nog gewoon even de race winnen en de billboard pakken en de watertoren bailout, dan hebben we genoeg punten om naar het laatste level van de game te gaan. Dan heb ik ook deze game uitgespeeld. Is nou echt trots? Ja, Rick, wat heb jij bereikt afgelopen week? Ik heb Jackass the Game uitgespeeld, man. Het was hard strijden. Maar dan heb je ook wat. Echt? Is het een vette game dan of zo? Nee, nee, echt totaal niet. Het is gewoon lijpe minigames, maar... Je moet ergens trots op zijn in het leven. Niet deze gameplay in ieder geval. De muziek van deze game, dat is nog steeds een toppertje. Geniet om. Eens even kijken. Ga gewoon steady. Steady as she goes. Oh, dat is een lekker nummertje. Ik ga denk ik niet te veel turbo's gebruiken. Ik gebruik ze heel vaak, want ze zijn chill. Maar ik kan ze beter gebruiken voor die ene billboard stunt van net. Er is niet echt een manier om te zien of je weer turbo hebt. Soms kun je gewoon opeens turbo activeren en dat is wel lachen. Shoutout naar de game voor het soms geven van turbo's. Ik sta derde. Hoezo dat nou weer? Ik heb voor mij zojuist echt drie afsnijroutes gemist, of niet? Maakt niet uit. Hier kan je zeggen, hier is de afsnijroute die het allemaal weer goed gaat maken. Woehoe! Yes! Oh, dat snijdt zoveel af. Niet normaal, denk ik. Ik sta echt flink eerst als ik kijk op de map zo recht onder de facecam. Die beweert wel dat ik flink voor sta, ja. Oh shit. Oh shit. Aan de kant, losers! Kunnen we hier nog overheen? Oh. Huh? Ja, het is een afsnijroute, maar niet op de manier dat je denkt dat het een afsnijroute is. Oh, kijk. Daar is de watertoren waar we in moeten bailouten. Maar niet nu. Oh, nee. Nee. Hond. 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 Nee. 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 Oh. 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 Nee, joh. Ja, hey. Ja, hey. Ja, maar dat, zo kan je dat toch niet doen, joh. Het ging zo goed. Het ging zo goed. Dus daar is daar nog een afsnijroute, dat hebben we geleerd. Daar is ook de watertoren voor de bailout in de Water Tower. Nou is de vraag, wat willen we liever? De race winnen of bailout in de Water Tower? Goeie vraag. Woehoe! Het voelt wel echt goed. Dat is nog een relatief leuke minigame. Ik wil haast ook met botsautootjes over een grote racebaan heen rijden. Het ding is alleen dat het niet echt werkt, want weet je hoe botsautootjes werken? Die lelijke antenne die erop zit, daar komt elektriciteit via binnen, via het plafond. Wat echt lijkt als iets heel onveiligs, maar op een of andere magische manier is het nog soort van veilig, het werkt. Maar daar komt elektriciteit via binnen. En dat is hoe die karretjes gepowered worden via die smerige poepantenne. En ja, je kan dus niet zomaar gewoon met een botsautootje over straat rijden. Anders zou ik dat ook doen. Waarom zouden mensen nog auto rijden? Als je ook kan rijden in botsautootjes. Vraag het voor een vriend. Oh, nee joh. Oké, weet je wat? Bitches! Hij zit nog steeds vlak achter me. We winnen de race in ieder geval. Hehe, eindelijk gewonnen. Oké, dat is fijn. Nu alleen nog een beetje geld verdienen. Nog 16.000. We kunnen gewoon de stunt opnieuw starten en onze botten breken. Voor mij krijg je vaak geld voor gebroken botten. Kan ik niet gewoon turbo doen? Dan mezelf uit het karretje gooien en hopen dat ik iets breek? Hey, dit werkt, denk ik. Oh, ik val echt nog van heel hoog. Oh, lekker. Lekker, alles breken. 10 botten stuk. Een goede hoeveelheid kapotte botten. Ja, daar krijg ik nog vet veel punten voor. Nice. Dan gaan we volgende aflevering door naar episode 7. Het einde van Jackass the Game. Heel veel mensen zeiden dan de 3 afleveringen, Rick. Misschien kan je beter kappen met Jackass the Game. Ik zo, nee. Dit is een serie die ik wel af wil maken. Of ik er trots op ben? Nee, natuurlijk niet. Maak ik de game af? Ja. Gaan even een lekker filmpje kijken. Iets met heel veel vet melk. Zo te zien. Tring, 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 tring. Heel veel melk en eieren, oké. Prank van de dag. Goudvis, referentie naar natuurlijk de Steve-O-truc, dat hij een goudvis inslikte. Geinig. Hey Steve-O, it's Knoxville, pick up the phone. Dude, where are you? What the fuck is hij allemaal doen? You're supposed to be here at 1. Are you at your Pilates class? The fuck? Steve-O. Ja, dit van deze video zeer vriendelijk is voor de adverteerders. Steve-o, ben je weer aan het kotsen op alles? Oh, kunnen nu Jeff Tremaine zijn? Dat is die gast van de... die altijd aan het kotsen is. De cameraman, toch? Oh, nee. Lijkt nu gewoon op Johnny Knoxville met een ander truitje aan. Ook prima. Ik ben Jeff Tremaine. Sowieso. Volgende aflevering hebben we Backyard Race. Short Fighter. Extreme Unicycling. Rock Paper Nuts. En San Fran Trashcan. Dat is mondvol. Even kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!